beursnieuws. Met Kees de Kort, macro-econoom bij AFS Capital Management. Kees, het is inmiddels augustus, maar als we terugkijken op juli... dan waren er in Amerika best goede cijfers. Althans, ze waren hoger dan verwacht. Ja, het ligt een beetje aan waar je naar kijkt. Hè. De bedrijfscijfers, de grote internationale bedrijven... dat ging allemaal wel. Lokale Amerikaanse bedrijven een stuk minder. Maar goed, we hadden dus vrijdag ook de groeicijfers over de Amerikaanse economie. En als je nou alleen naar het getalletje kijkt... en naar de eerste regel van het persbericht, 2,4%. Nou, dat is dan voor de rest niet zo beroerd. Het is niet verboden om het persbericht te lezen. Het is al helemaal niet verboden om er ook eens over na te denken. Als je dat nou wel doet... dan ben ik bang dat die 2,4 er nog steeds staat. Maar dat de samenstelling daarvan een heel ander en wat minder prettig wordt. Want het is 2,4%, ondanks het feit dat het Amerikaanse begrotingstekort recordhoogtes heeft bereikt. Dat is punt 1. Een heel groot gedeelte van die 2,4% is teruggeschrijven op voorraadvorming bij bedrijven. En de rol van de consumentenbestedingen die viel behoorlijk tegen. Dus dat zijn drie factoren die maken dat je die 2,4 ook in een heel andere context kan zien. En wat één ding is voorkomen duidelijk, de groei zwakt af. En als je naar dit soort aspecten kijkt, consumentenbestedingen, overheidsbestedingen en voorraadvorming, dan ben ik bang dat we niet lang meer duurt dat we in hem inzitten. En dan kijken we toch heel anders tegen dat getalletje aan. Ja, de Wall Street Journal had al een verhaal over een doemscenario waarbij deflatie gaat optreden. Ja, dat is natuurlijk wel een mooi. Kijk, ik ken niemand. Deflatie, dat is dat de prijzen gaan dalen. Dat dingen goedkoop worden. Nou, Harm, ik ken helemaal niemand die het vervelend vindt dat prijzen omlaag gaan. Nee. Sterker, iedereen die ik ken vindt dat fantastisch. He, al die discountzaken, dat is natuurlijk wel helemaal resultant van het feit dat mensen lagere prijzen willen. Dat op prijs stellen. Alleen de houtenmethode, de monetaire autoriteiten en de fiscale autoriteiten, die worden helemaal gek als het woord deflatie valt. Dat is natuurlijk raar, hè? Het publiek vindt het allemaal fantastisch. En de toezichthouders, die worden helemaal gek. Tot op zekere hoogte wel te begrijpen. Want deflatie is onprettig voor mensen met grote uitstaande schulden. Want dan wordt het moeilijker om die schulden af te lossen en te herfinancieren. Dus als je nou grote schulden hebt als bedrijf of als instelling of als land... dan heb je liever geen deflatie, heb je liever inflatie. Maar er zijn in Nederland ook, en in de wereld daarbuiten ook, miljoenen mensen zonder schulden. Die vinden ook... deflatie alleen maar goed. Er zijn mensen met uitkeringen die vinden deflatie ook alleen maar goed. Dus om nou de indruk te wekken dat deflatie per definitie slecht is... dat is een ruime vertekening van de realiteit, dacht ik zelf. Dus ik begrijp dat het voor de overheid die ervoor gezorgd heeft... dat we alleen maar het schuldenpositie opgeblazen zijn... dat die graag inflatie zien in plaats van deflatie... en er alles aan doen om deflatie te vermijden. Maar voor grote groepen van de samenleving is er niets mis met deflatie. Ja, dan zijn er een heleboel Europese cijfers die komen over allerlei bedrijven. En de verwachting is dat die best goed zullen zijn. En net zoals in de VS, de bedrijven die heel veel internationaal actief zijn. Die ook grote belangen in China, India, Rusland hebben en Brazilië. Daar kunnen de cijfers redelijk voor zijn. Daar zijn de cijfers ook al redelijk voor. We hebben al genoeg cijfers gehad. Maar de lokale economie in Euroland is net als in de VS. Daar gaat het allemaal niet zo geweldig mee. En, belangrijk in Europa... alle overheden staan in de bezuinigingsstand. En als overheden minder gaan uitgeven, is dat gewoon een macro-economische min. Dus tot nu toe, laten we zeggen, als je in de achteruitkijkspiegel gaat... kijkt, zien de resultaten er behoorlijk aardig uit. Als je vooruit gaat kijken, dan kun je voorspellen... dat die resultaten er de komende tijd minder goed uit gaan zien. Ja, zeg Kees, TNT is gesplitst in twee bedrijven, hè? Post en Expeditie. Wat is dat een verstandig besluit? Nou, dat is nog niet zo ver, maar dat zijn ze plan. Ja, dat is wel te begrijpen natuurlijk. Post, dat is natuurlijk een beetje een aflopende zaak. Hè? Ja. Technologische ontwikkelingen, iedereen kent het verhaal intussen wel. Dus ja, die postresultaten, dat gaat helemaal de verkeerde kant op. En de Express, de andere poot van TNT, ja, die doet het best aardig. Dus ik kan me voorstellen, TNT zegt, ja, we zitten met... twee bedrijven en één bedrijf die weinig met elkaar die niet zo heel veel met elkaar te maken hebben. Eén, dat is een aflopende zaak op lange termijn. De andere kunnen we wat mee doen. Dus splitsen en ervoor zorgen dat ze elkaar minder gaan beïnvloeden. Dat lijkt mij op zich wel verstandig natuurlijk. Ja, het is spijkerhard, maar het is verstandig. Het is niet leuk. Nou, het is natuurlijk buitengewoon onprettig voor de betrokkenen bij TNT. Dat mogen voorkomen duidelijk zijn. Maar ja, dat is natuurlijk in wezen deseconomisch. Dat producten verdwijnen, dat er nieuwe producten komen. Na de Tweede Wereldoorlog hebben we de landbouw in Nederland ook van groot geld te verdwijnen. De kleine middenstand heeft harde klappen gehad. De zware industrie heeft harde klappen gehad. En al die mensen hebben zich moeten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. En de afgelopen 5-6 jaar is dat natuurlijk heel behoorlijk gelukt. Dus ik zie niet in waarom die mensen die bij TNT uiteindelijk moeten gaan verdwijnen. Niet ook nieuw, ook niet een andere functie kunnen vinden. Ja. Ergens anders. Kees, nog heel even. Greenspan heeft het nu ook over een mogelijke dubbel dip. Hij heeft het licht gezien.
Nou, het is voorkomen. Dat is voorkomen duidelijk. Ik had het net over die consumentenbesteding, die Amerikaanse groei. De consumenten in de VS, arbeidsmarkt, huismarkt. Dat ziet er al, loonontwikkeling, dat ziet er echt allemaal vrij somber uit. En aangezien de consumenten echt de economie draaien op lange termijn. Zolang het slecht gaat met de consumenten, gaat het slecht met de economie. En daar kan je niks aan veranderen. En Prinsman begint dat in de gaten te krijgen. Beetje laat, maar beter laat dan nooit. Oké, dankjewel, Kees de Kort.